Vorige week woensdag was een dag om nooit te vergeten voor ADO Den Haag jeugdspelers Jan Verduin, Hector Hevel, Segun Owobowale en Danny Bakker. Deze jonge spelers uit de eigen opleiding van ADO Den Haag tekenden namelijk een contract bij ADO en zijn daarmee de eerste jeugdspelers ooit die vastgelegd zijn. Algemeen directeur Kees Driebergen en hoofdjeugdopleiding Wilfred van Leeuwen stelden de jongens voor aan de in behoorlijke getale aanwezige pers. Uiteraard waren de trotse families ook aanwezig om deze bijzondere gebeurtenis mee te maken. De contractondertekening maakt nog eens duidelijk dat de club er alles aan doet om Haagse talenten in Den Haag te houden en door te laten breken in het eerste elftal. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te roepen dat de jeugd de levensader is van de club. Alleen dan moet je dat wel waarmaken. En ik denk dat de club nu een heel belangrijk signaal geeft. En naar de mensen van de eigen jeugdopleiding, naar de spelers, naar de ouders, naar de buitenwereld. Naar iedereen binnen de club dat ze inderdaad de jeugdopleiding echt serieus nemen. Ja, dan is het goed natuurlijk dat je 4 spelers vast kan leggen voor 2 jaar met de optiejaren. Wat maakt deze 4 jongens zo bijzonder? Want jij kent ze goed. Nou, wij denken dat dit de verschilmakers zijn in de teams op dit moment. Die jongens die we hebben vervroegd hebben doorgeschoven, de links en de rechts buiten, Jan en Segun. Die maken het verschil in de B1 op dit moment. Ja, die zullen we heel langzaam begeleiden naar het volgende stapje. Hector speelt al een paar jaar nationaal onder 16, onder 17. Goede linksbenige middenvelder, waarvan er niet zoveel zijn in Nederland met een linkerbeen. En Danny is wat ons betreft ook een exceptioneel talent, met name als verdedigende middenvelder. Ook met zijn linkerbeen. Ja, goed, die sluit heel langzaam aan bij het eerste elftal. Ik ben benieuwd hoe snel het gaat. Ik ben 16 jaar. Mijn positie is rechtsbuiten en ik speel bij Adenaag onder 17. En hoe lang zit je al in de jeugdopleiding? Dit is mijn 4e jaar. Je 4e jaar en nu dus een contract. En realiseer je hoe uniek dat is? Jullie zijn de eerste jeugdspelers die zoiets tekenen. Ja, ik ben heel blij dat ik mijn contract teken. Je ziet toch dat ze het voetbaltalent hier zien. Ik ging al mee vanaf het begin van het seizoen. Eerst toen 1 keer en naarmate wel een paar keer in de week. Dus ik sluit morgen definitief aan. Je blijft echt definitief bij de selectie. Je gaat dus niet meer terug naar de avonden trainen op de jeugdopleiding. Dat klopt. Ik train nu gewoon in de ochtend met de A-selectie mee. En niet met mijn eigen team. Kun je dat regelen met school allemaal? Ja, ik probeer zo snel mogelijk door te geven aan school. Dat heb ik vandaag gedaan. En ze gaan dat allemaal zo snel mogelijk regelen. Maar ik zit op een topsportschool, dus dat zal wel lukken. Ik ben Segun Owobowale. En ik ben 15 jaar. Ik speel bij ADO Den Haag onder 17. En ik ben links buiten. En ik ben gevraagd voor een contract. En dat heb ik geaccepteerd. Nou, dan zijn we blij mee dat je dat geaccepteerd hebt. Ja, zeker. Ik ook. Kun je die naam nog 1 keer herhalen? Want wij zeggen het volgens mij te Nederlands. Want dit wordt later in de stadions wordt dit leuk voor de speakers. Ja, nou, het is Segun Owobowale. Nou, het is Nigeriaans. Dus het kan kloppen dat veel het op het Nederlands uitspreken. Dus je gaat zo meteen Kenneth nog achterna naar de Afrika Cup? Ja, ik ga mijn best doen. Ik ben Hector Hevel, ik ben 16 jaar oud. Ik speel in de jeugdopleiding van ADO Den Haag in de onder 17. En mijn positie is linkshalf. Volgens mij heb jij ook al ervaring bij Oranje de laatste jaren? Ja, ik heb bij de onder 16 heb ik mijn debuut gemaakt. Heb ik 3 interlands gemaakt, of 3 interlands gespeeld. En dit seizoen heb ik een paar keer mee, ben ik op een trainingsstage geweest. En ik heb gisteren, als het goed is, heb ik een brief gekregen dat ik in de voorselectie zit voor een oefeninterland tegen Finland in maart. Kijk, dus je gaat bij Oranje door. Heb je voor jezelf een moment in gedachten wanneer je bij de selectie aan wil sluiten? Ja, ik hoop wel binnen 1-2 jaartjes dat ik er best wel dichtbij kom dan. Ja, we hebben natuurlijk 180 jeugdspelers en wij zijn verantwoordelijk voor 180 jeugdspelers. En of het nou nummer 1 is in een selectie of nummer 18, die gasten verdienen allemaal aandacht en ontwikkelingsbegeleiding. Ja, en dat bieden we aan iedereen. Ja, en ik hoop natuurlijk dat we straks nog 25 een contract tekenen. Want dat zou en betekenen dat we heel veel talent hebben. En betekenen dat de club inderdaad kan blijven drijven op zijn eigen jeugdopleiding in het eerste elftal.